Breda Nu. Je weet het meteen. Een gezonde en vitale jeugd is natuurlijk een belangrijk doel om na te streven met elkaar. Samen met JOGG Nederland en platform NL 2025 werd er een regionale bijeenkomst georganiseerd in het Radverlegstadion, genaamd NL Vitaal West-Brabant. Nou, ik zat alweer bijna een jaar geleden in Amersfoort bij de aftrap van NL Vitaal. Een bijeenkomst met heel veel mensen uit het hele land, bedrijfsleven, overheid, onderwijs, om te kijken hoe we kinderen gezonder kunnen maken. En daar zijn we in Breda eigenlijk al heel erg lang mee bezig met het project Jongeren op Gezond Gewicht. En toen dacht ik, wat ze in Amersfoort kunnen, dat kunnen we ook hier. Dus laten we hier in Breda nou ook eens met bedrijfsleven, medische wereld, onderwijs, sportmensen om de tafel gaan om te kijken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat onze jeugd, onze jongeren ook echt meer bewegen, gezond eten en voor ons ook heel belangrijk water gaan drinken. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je zoiets samen doet. Als een kind, we kunnen op school vertellen of een arts kan vertellen hoe belangrijk het is dat je gezond eet. Maar als je vervolgens in de supermarkt komt en daar ligt al het ongezonde eten voor het grijpen en voor minder geld dan het gezonde eten. Ja, dan is het toch wel heel erg moeilijk. Dan moet je heel erg sterk zijn. Dus je hebt elkaar wel echt nodig om die gedragsverandering te krijgen. Als wij slechte voeding blijven aanbieden, heel makkelijk, ja, dan is het ook zo gepakt. Meervoudig wereldkampioen schaatsen Erben Wennemars kwam een woordje doen. Ik zei al, ik geloof in sporten, ik geloof in bewegen. Ik geloof ook in de maatschappelijke kracht van sporten in het verenigingsleven. En daarmee ook de ambassadeur van de Jeugdsportfonds. Waarom? Omdat ik juist met Jeugdsportfonds is ervoor om juist die kinderen te laten sporten bij wie sport eigenlijk niet kan. Jacques zei het al, die lage sociale klasse, lage inkomens, daar zitten de problemen. Dat moeten we vooral samen doen, samen in gesprek. Dus ook scholen, samen met bedrijven in gesprek. Hoe kun je er nou voor zorgen dat er in pauzes ook gezonde dingen zijn? Ook op de school zelf. Een gezonde schoolkantine bijvoorbeeld. En water drinken. Moet je niet allemaal opleggen, moet je niet allemaal zeggen dat is een regeltje en dat moet vanaf nu. Maar kinderen moeten ook voelen en proeven en merken dat dat net zo goed is, leuk is en dat ze zich er eigenlijk beter door voelen. Dus niet als een lesje, hè, een pizza eten mag niet meer, dat is nergens voor nodig, maar laat wel de gezonde alternatieven zien. En dat doen we in Breda volop en ik hoop dat we daar steeds meer kinderen mee gaan bereiken, zodat kinderen niet meer zoveel last hebben van overgewicht. Breda Nu. Je weet het meteen.